Gary Hegger, het publiek ging echt uit het dak hier in het casino van Middelkerke. Uw reactie? Wel, dat is het begin van de afbraak van het casino, hè. Nee, dan ga ik het op een stokje. Ik heb nu vernomen dat het toch nog enkele tijd zal duren hier, dat het hier effectief, of ik weet niet of dat überhaupt wordt afgebroken, maar... Het was heel plezant. Het was een hele fijne sfeer, een ambiance. Dat beloof ik ook altijd dat ik dat doe. En we zijn er weer in gelukt en dat stemt mij alleen maar weer een vrolijk man, absoluut. Je nummers kwamen vooral uit je CD 12 Points. Kunt u eens wat uitleg geven? Maar eigenlijk was dat een klein beetje zo van een try-out dat we deden. We gaan vanaf eind september toeren in Vlaanderen met dat concert, met die tournee, bij de zaalshow. En dan wordt bijna gans een CD eigenlijk gedaan. Nu waren er een stuk of 5 nummers uit. En dat maakte al dat we al een iets of wat toch nieuw repertoire kregen. Dus plus dat ik nog wat andere nummers heb ingeschakeld. Een beetje gaan aftasten, gaan afvoelen. Maar ik heb hier altijd, ik heb een formule in mijn hoofd, die ik altijd aanhoud voor concerten, om het mooi op te bouwen. En ik denk dat we er vandaag weer geweldig in geslaagd zijn, om eerlijk te zijn. Het is alweer een tiental jaren geleden, de Soundmix Show, daar is het allemaal begonnen. En waar gaan we naartoe nu? Kijk, hetgeen dat nu op stapel staat met die concerten, dat is eigenlijk een natte droom van mij, om dat te kunnen doen. En dat zou ik eigenlijk nog wel willen uitbreiden. Ik bedoel ermee, als je in Vlaanderen zo'n 10, 15 concerten kunt doen, dan denk ik dat je rond bent en dat iedereen in Vlaanderen je dan wel kan gehoord hebben als zij naar de theaters komen. En dat is mijn grote droom om dat te kunnen verwezenlijken. Dus we zijn er nu aan gestart met die 12 Points tournee. Ik heb een heel mooie ploeg achter mij staan die dat mee wereldbekend gaan maken in Vlaanderen. en laat ons gewoon hopen dat het publiek erop afkomt, want dat is het belangrijkste natuurlijk. Heb je nog een boodschap voor je fans om af te sluiten? Ja, nog een keer over die concerten. Want dat gaat iets heel speciaal worden. Het is niet louter alleen muziek dat we gaan doen. We gaan ook informatief wat meegeven door behulp van projectie en toestanden. Dus het gaat heel mooi worden. Het gaat heel amusant worden. Voor mij ook een beetje een uitdaging. En weer een beetje afwachten zo van hoe dat de interactie gaat zijn tussen wat er op beeld is en wat er op podium doen. En daar kijk ik naar uit om dat te gaan doen. Dat is iets dat gepland is voor eind augustus, moet ik zeggen. Om daar aan te gaan repeteren, want eind september is het al zover. Veel succes gewenst, Naak. Dank u wel.